De meeste mensen kennen mij ondertussen als een specialist op het vlak van de piccolo. Piccolo is het kleine broertje van de fluit. In een van mijn vorige projecten heb ik voor piccolo en piano de sprookjes van Moeder de Gans van Maurice Ravel gebracht in de recitaal combinatie. En daar is eigenlijk een beetje de kiem geweest om de connectie te maken met het fluit- en harpenproject. Een project dat op een heel natuurlijke manier is tot stand gekomen door het feit dat ik muziek wilde maken in familiekring. Ik en mijn papa speelden al heel lang samen. Ik ben eigenlijk eerst begonnen met piano toen ik heel jong was, omdat ik jaloers was op mijn broer die piano speelde. Maar op een bepaald moment was er een harp in de woonkamer en ik dacht, ja, dat moet ik kiezen. Als je voelt dat je als artiest op het podium echt wel een zeer grote meerwaarde hebt door het feit dat je eigenlijk als vader en dochter ook heel dicht met elkaar verbonden bent, dan zou het eigenlijk doodzonde zijn om daar niet iets mee te doen, vind ik persoonlijk. We zijn begonnen met een aantal kleine concertjes te geven. We hebben daar eigenlijk repertoire aan opgebouwd. En uiteindelijk is denk ik het artistiek project dat we samen als vader en dochter gestart zijn, eigenlijk veel groter geworden en interessanter geworden dan zomaar de combinatie van een fluit en een harp. Waar ik misschien haar gids ben in het professionele gedeelte van het muziekspelen en de klankopname die we maken, word ik eigenlijk op dit moment volledig gegidst door haar. Het is zij die eigenlijk bepaalt welke stukken we opnemen. We hebben een aantal stukken die dicht bij volksmuziek zitten. We hebben de Roemeense dans, maar we hebben bijvoorbeeld ook repertoire dat uit Ierland en Schotland komt. Er zijn ook een paar werken die uit de opera komen, die eigenlijk eerst moeten waren, maar daar werd dan een arrangement voor gemaakt om dan in de huiskamer te spelen. Als je dus in het repertoire voor fluit en harp gaat gaan kijken, is er één constante die heel vaak terugkeert, niet altijd, maar heel vaak, en dat is die van het feerieke, van het sprookjesachtige. Ze hebben alle twee een vrij hemels karakter, vrij melodieus en ja, dat past. Ja. Die twee klanken samen heeft dat een heel mooie klank. We hebben dus die concerten ook heel vaak gespeeld op locaties die dat sprookjesachtig een beetje eigenlijk in de verf gaan zetten. We hebben een aantal kasteelconcerten bijvoorbeeld gespeeld, waar we echt het gevoel hadden dat we eigenlijk in onze muziek bepaalde dingen, bepaalde verhalen aan het uitbeelden waren die perfect in de tuin van het kasteel hadden kunnen plaatsgevonden hebben. Als je natuurlijk gewoon naar de essentie van het sprookje en waarom het ooit verteld is en ooit geschreven is, gaat het altijd met de diepste emoties van de mensen gepaard. Hè. En dat zal dus zeker een rode draad zijn.